Ze willen de haven van opnieuw in. Herman Kompassel heeft met de baas van die schepen gepraat en het ook zelf gezien. Ja toch, Klaas? Ja, burgemeester. En Herman Kompassel heeft een hele belangrijke boodschap. Iets met een ring of zoiets. Toch? Toch, Anna? Ja, Anna. Zeg jij nou ook eens wat? Dat ze zelf gehoord. Koppelstok, wat praten die kinderen over een onzin, over een vreemde vloot voor mijn haven? Dat is geen onzin, burgemeester. Er liggen wel 25 schepen voor anker. Ik denk dat er wel 5000 mensen aan boord zijn. Ik heb een boodschap voor u en de vloedschap. Haha, Koppelstok, is het niet wel vroeg om zulke grappen te maken? Nikke, van u vervoerder, kom er eens bij als u wil lachen. Burgemeester, de bevelhebber van de vloot, admiraal Moumei, wil de sleutel van deze stad. Het zijn de geuzen die vechten voor de prins van Oranje. En ze willen dat lage landen voor de prins innemen. Hoorde ik daar de naam Moumei? Dat is een piraat, Mr. Bom. Die is onlangs Engeland uitgegooid. Hij zal wel verdwaald zijn door de storm van de laatste dagen. Die zeeschuimende piraat zal ik geen toegang geven tot mijn haven. Wij zijn de koning van Spanje trouw. Maar burgemeester, Jonker Blois van Tresham is ook aan boord. Je kent het toch nog wel? Hij komt van Den Briel en heeft het beste met deze stad voor. Hij heeft tegen mij gezegd dat ze de stad zullen sparen als u nu mij toegang tot deze haven geeft. Ik ga overleg plegen met de vroedschap en na het middageten op het Maarland zijn. Maar ik zeg je vooruit, Koppelstok, dat het een zinloos gesprek zal worden. Dat is goed, burgemeester. Dank u wel. Ik zal uw boodschap overbrengen aan Blois. De vol wat nog over is, zit liever in de kroeg en aan onze poorteressen dan dat ze zich paraat houden. Dat is een schande. Als jij de kast van de wiel beheert. Jij zorgt er maar voor dat die op orde komt van die vervoerde. Waar is die Spaanse commandant? Commandant, ik wil dat jij direct een boodschapper naar Vlaardingen stuurt en dat je terugkomt met 100 goed uitgeruste soldaten. Van Duvenvoorde zal je wel een voorschot op een soldij geven. Ja, burgemeester. Van Duvenvoorde. Betalen! Van Duvenvoorde, dat kan sneller. Ja, dat kan heel veel sneller. Ja, dat is 2, maar iets meer mag ook. Van Duvenvoorde. Kom op. Ja, er was er nog één. Precies. En dat is voor soldij. Dit is niet voor in de kroeg en voor de wijven. Heb je dat begrepen? Zie burgemeester. Ga mee naar binnen. Kom op. Zie. Des de poortressen van Den Briel. De vroedschap laat u het volgende weten. Op de reede van Den Briel ligt een grote geuzenvloot. De bevelhebber, admiraal Lumay en zijn tweede man, onze stadgenoot Blois van Treslo, eisen de overgave van onze stad. De vroedschap is evenwel niet voornemens op deze eis in te gaan. Alle weerbare mannen worden opgeroepen zich onder het bevel van de Spaanse commandant te stellen. De vroedschap rekent op ten minste 700 man. De weerbare mannen moeten zich melden bij de schout die hun van wapens zal voorzien.
Hoi, hey, de boys. Zag je hem weer staan? Met zijn neus in de lucht? Ja, het was geen... De vroedschap. Verbod tot het schenken van. Alles wordt maar gevat in geboden en verboden. En bij handel dan? Hoor jij ook tot die 700 weerbare mannen? Of trompel jij liever achter dat vrouwvolk aan naar je poort? Nee, natuurlijk niet. Ik moet in mijn herberg blijven. Ik moet mijn vader wijn en bier beschermen. Vanmorgen, als die Spanjolen komen, dan willen ze altijd van alles. Vanmorgen vroeg zaten er alweer twee op hoge toon te eisen dat ik ze gratis zou schenken. Ja. En ze waren niet alleen hoor. Oh, dan zeker weer met die lieve zwarte dametjes met die witte kapjes op. Kijk. Het zal mij benieuwen of vader Ad nog wel tijd heeft om de mis op te dienen. Of dat hij misschien privé... Donja Koekenpapier moeten bedienen. Maar jij? Maar jij is gisteren dan alleen om je aan te sluiten bij die schout? Ik? Ja. Mijn snitsen in de steen laten? Ja. Oh. Ben je al goed bij je hoofd? Weet je wel, het is net die Spanjaarden. Nee. Ze laten hun wapens voor niks bij me repareren. En over het verlies aan inkomsten moet ik ook nog eens een keer de 10e penning afdragen. Het was wel niet makkelijk. Het was wel fijn al die jaren met je samen. Ja. Ah, lekker hoor. Poorters en poorteressen van Den Briel. Het tijd is gekomen om de hertog van Alfa nu eindelijk de wacht aan te zetten. En leggen geuzen buiten op de Maas. En die halen we binnen om korte metten te maken. Met die hielenlikkers van die uitstuiger van Den Briel. Jazeker, jazeker. En daar bedoel ik natuurlijk ook de burgemeester mee. Ja, die van nu, maar ook die van toen, koekenbakker. Ja, je scheidt natuurlijk nu groen en geel, hè. Omdat er zo weinig van die Spaanse bakketjes moet je ze zien staan, die arme zalen, de piepers daar. Omdat er zo weinig van die Spaanse bakketjes van je zijn, hè. Ja. En maar stoer doen tegen die, dat pakketje van hem, die van duur kan worden. Maar je hebt zelf ook een greep uit de kast gedaan, hè? Koekenbakker, zeg. Ja. En dan die Spaanse commandant. Commandantje van niks. Wat stel jij nou helemaal voor? Commandant van een arme tierig pelotonnetje van een stelletje. Dronken lappen. Meer is het toch niet? Denk je nu echt dat de 700 man komen om zich te melden bij jou om weg te worden? Die alwacht. Van jou? Wat denken jullie? Komen jullie je aanmelden bij de poort? Nee toch zeker? Nee toch zeker? Kom nou. En dan die paters en nonnen. Geestelijkheid noemen jullie jezelf. Geestelijkheid. Nou, de geest heeft ze al lang verlaten. De geest heeft ze al lang verlaten. Ik zou eerder zeggen, waveloosheid, geesteloosheid, stedeloosheid. We krijgen jullie nog wel, stelletje verbaasd. Wat een gebroed als die geuzen binnenkomen. Nee, poorters en poorteressen van de Briel. Ik zou zeggen, laat die geuzen binnen met gejuich. En dan pakken we gelijk die verrader van jullie. Die schout bij de konden en de gooien in het schavot. Want daar kon ik iemand melden en geld er schat in. Wij verwacht dat die aan jou kunnen doen. Ik ben er niet.
Hamburger. Wat denk je hier nou? Kom op, heb je pot en laat het nou op. Wat? Is er maar een hero
Frankrijk. Ik laat me door niets en niemand meer weerhouden.
En kom, kom. Neem de schipsglas mee. Wat hoor dat maar af? Jonker Bloys van Tresten. Wij gaan de stad Den Biel opzingelen. En jij zorgt ervoor dat er niemand van de bevolking maar bovenal die angsthaasdikker kan ontsnappen. Is dat duidelijk? Tot de orders, admiraal. En Robot, hij is de bloedvlagger. Tot de orders, admiraal. Bosman, hij is de bloedvlagger. Ontscheep de bemanning en neem de schepenvast mee. Koekenbakker op de versterkingen van Vlaardingen, die dus helemaal niet gekomen zijn. Zo dun liep het hen door de broek. Maar, zodra wij hier de gerechtigheid hebben laten zegevieren, kunnen jullie allen, en nogmaals allemaal, de stad in om de overwinning van de Griel te bevrijden, te vieren in het Afrijders waarover onze stad beschikt. Poorters en poorteressen van de stad Den Biel. De stad is nu in handen van de Prins van Oranje. En in zijn naam voer ik, admiraal Lumey, hier nu het bevel. En ieder die denkt mijn gezag te kunnen ondermijnen, die zal ik zelf, en het wel zelf, een kopje fijn halen. Maar goed, laten we eerst even wat kleinigheden afwinkelen. Robol, dat ik daar zie in die voorwaarden, is dat het geteisen wat de stad in de wiel regeert heeft gebroken? Dit is rentmeester van Wieverzorg. We hebben hem bij de Zuidpoort verkleed als vrouw gevangen genomen. Verkleed als vrouw, zeg je, Bloys? Moet je hem nou zien zitten? Wat een stuk arrogant. En dan nog verkleed als vrouw?
Zet hem te schande in het schandblok. En u weet vast wat u moet doen. Zie ik daar aan het staan te zien? Ja, zeker. Schout, de volgende graag. Magistraat Nikken. Zet hem maar eens even hier op het podium, Rob. En dit, admiraal, is magistraat Nikken. Net als de rentmeester van Duvenvoorde hebben we hem gevangen genomen bij de Zuidpoort. Hij wilde vluchten om hulp te gaan halen, zo vertelt hij ons. Zo, magistraat Nikken, wat hoor ik dan? Dus jij wilde hulp gaan halen? Ja! Ja, jij wilde gewoon naar Dudova, in Brussel, om uit te huilen en op te vertellen wat er met de wiel is. Maar, ik heb een heel ander idee. Ik laat u vrij. Nee, zeg, admiraal. Wat is dit nou? Jij gaat naar de Senaat Brussel. En je vertelt precies wat er met de stad ten wiel gebeurd is. Jij zult dan voor de rest van je leven nee, de doofste kerken. Niet de kerkers! Ja. Ja. Mag voeren.
is de reden.